We hebben besloten dat we tot na de orde gewoon achter de fabriek staan en onze zaak niet aan het publiek tonen. Totdat we 300% zekerheid hebben dat we gewoon 100% veilig draaien en dat we met een heel gerust hart achter de kassa kunnen gaan zitten. Ja, dat lijkt me voor u ook toch best wel een financiële strop dit. Ja, dat is zeker een financiële strop. U moet weten, we zijn nu anderhalf dag, mochten we niet open. Ik moet terug naar de fabriek, ik heb mijn kosten gemaakt. Wie weet moeten er toch aanpassingen gedaan worden om het nog veiliger te maken. Dat kan de weken gaan duren. Het is onzeker op het moment. Dus het is even afwachten. Maar geloof mij, het voelt niet lekker. Jij bent dus een echte kermisliefhebber. Hoeveel kermissen bezoek je per jaar? Meer dan 30. Dus dan ken jij de attractie ook wel, de Project One? Ja, zeker weten. Nog dit jaar tegengekomen in Apeldoorn. Dus het is een prachtige attractie. Niks mis mee. Wat vinden jullie ervan dat hij nou weg moet? Jammer. Ja? Waarom? Ja, anders hadden we er nog ingekund misschien. Ik vind het heel erg wat er ook gebeurd is. Maar voor deze mensen die nu moeten opruimen vind ik ook heel erg, want het is hun brood. En ik heb het gisteren nog op tv gezien. Nou, mijn mond stond wagenwijd open. Dat moet hier toch ook maar niet gebeuren.